autoladder is er ter plaatse. Een afhijzing of zo. De ambulance ter plaatse. Tweede ambulance. Maar waarom? Maar goed, hij is toch een tijdje weg geweest door een overdosis drugs. Dus we gaan even met spoed richting SIH. Oké. En dan horen wij nader of de persoon gereanimeerd gaat worden of. Ambulance. De HV en een rapid responder zijn ter plaatse bij een reanimatie. Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP de Vormorgen. En vandaag met mijn collega... Nou, ik ga niet zijn naam verzinnen. Ik heet José en hij heet... ik weet het echt niet. We zijn op pad met de ambulance 1359. En dat is eentje uit Amsterdam. We zitten alleen niet helemaal in Amsterdam. Als je boven je kijkt. We gaan even voertuigcontrole doen. Mijn collega zal achterin plaatsnemen. Of in ieder geval naast mij. En even zijn spulletjes controleren. En ik ga hier mijn dingen controleren. Oranje doet het. Blauw doet het. En groen doet het. Dus dat is helemaal goed. Toch? Ik vind van wel. Ik ga hem alleen even niet voor de deur zetten. Hè. Ik zet hem even mooi achter. Zit je? Ja. Even een mooie uitrit. Nou, we zijn hier inzetbaar voor het gebied... Del Puerto, nee, hoe heet het? We krijgen wel een melding. Waarschijnlijk iemand onwel. All units, citizens report a civilian fatality on Procopio Promenade. Respond code 3. Moet zo SC, dan kijk. Roger, dispatch, we are in route. Roger. Eerste melding van vandaag in de nieuwe Otaris skin in ieder geval. Deze is voor mij persoonlijk gemaakt, niet te downloaden. Ambulance. Samen met de sirene die jullie nu gaan horen. Ook persoonlijk voor mij gemaakt, shout-out naar de maker. Verder, Fire ja. Ze mogen in reanimatie gaan, er zou een ambulance en een brandweer wel te plaatsen zijn. Dus we gaan even wat... Hier even off-road. Autoladder is er ter plaatse. Moet ik een afhijzing of zo? Terwijl hier niks af te hijsen valt. Oei, moet ik daar langs? Waar hebben we het, jongens? Even info. Helemaal het backpaaltje weg. Ja, nee, je staat erop, autoladder. Altijd handig. Nee? Goed. We waren tweede wagen bij een reanimatie. Het heeft niet mogen baten. De collega hier heeft zijn best gedaan. Maar geeft al aan dat het niet is gelukt. Ja, dan gaan wij natuurlijk niet proberen om het verder op te lossen. Dan kunnen wij niet meer doen dan de collega hier. Hij had groen aangezet. Dus dat betekent dat hij als eerste hier was en die heeft dan ook een inschatting gemaakt. De autoladder kan retour en wij gaan ook retour. Attention all units, citizens report public intoxication on Great Ocean Highway, respond code 2. Bij een A2'tje op de snelweg. Roger. Een overdosis van. En daarna de van laat ik altijd even open. Dat kan alcohol zijn, dat kan ambulance terug zijn. Arrived on scene. Er is ook hier al een ambulance ter plaatse. Ik weet niet waarom. Is dat misschien betekent dat wij niet meer nodig zijn? Oeh, dan ga ik even sneller aan je mee. We gaan het horen en we gaan het zien. Maar als hier overal een ambulance te plaatsen komt, dan hoeven we niet veel te doen vandaag.
Dus ja, mooie skin, vinden jullie niet? Ik vind van wel. De nieuwe Otaris, want zo heet, dat zijn deze auto's. Otaris vind ik sowieso wel vet van Amsterdam. Wat is de plaats? Ik zie niet echt. Even knipperlicht aan en oranje. Ik gebruik vaak een knipperlicht. Nee, dat is echt onmogelijk gewoon. Als ik zeker met zeker als ik met spoed rijd. Dat is echt niet te doen. De ambulance plaatsen. Tweede ambulance. Maar waarom? Dat is mijn echte vraag waarom. Hun zijn in ieder geval A1 opgeroepen. Hoe is wat agressief. Daarom zullen wel eens tweede ter plaatse nodig zijn. Hallo meneer. Blijf even rustig. We gaan naar het ziekenhuis brengen, want u heeft wat te veel op van iets. Een beetje agressief, u kan, ja, het lijkt me eerder drugs dan. Hè. Blijf vooral even rustig. We gaan in mijn auto zitten, onder onze ambulance. En we gaan u naar het ziekenhuis brengen. Neem die plaats, goed zo. En blijf wat rustig. We hebben medicatie geloof ik. Pillen hadden we wel weer. Nou, dat hoeft nu even niet. Dat gaan we in het ziekenhuis oplossen. Kom maar, we gaan. Goed, we gaan onder een A2 naar het ziekenhuis. Hoi hoi. Waarom moeten wij vervoeren? Geen idee. Waarom moeten wij als tweede ambulance hier ter plaatse komen? Zullen we er maar gewoon van maken dat het wat agressief was? Normaal vraag je dan de politie. Maar misschien zijn die ook even druk. Meneer lijkt mee te werken. Kan ook zijn dat er iets anders speelt dan geestelijke... geestelijk iets. Zo, en we zijn vertrokken. Ook A2 ritjes horen er natuurlijk bij. Dat zal misschien nog wel meer zijn dan de spoedritten. In ieder geval B-ritten en de A2-ritten, dat wordt het meeste gedaan. Dat weet ik wel. Dus, ik weet niet of A2 dan daar het allermeeste van is, want B wordt ook wel veel gedaan hoor. Ja, dan krijg je zo meldingen van, of dan hoorde ik laatst weer, of ja, dat is al een tijd terug, tot de ambulance gaat staken bij A2 meldingen, bij geen spoedmeldingen. En dan vraag ik me af, goed dat ze staken, hè? Maar wat nou als jij daar met een gebroken been op straat ligt? Dat is geloof ik een A2 melding. Dat is, dat weet ik bijna zeker, dat dat een A2 melding is, gebroken been. Ja, dan komen ze dus niet. Of wat? Ik kan hem gewoon niet. Dat kan me niet bedenken. Komen ze dan niet als jij daar op straat ligt met een gebroken been omdat je bent aangereden of omdat er iets anders is gebeurd? Waar moeten we de. Hier zo? Oh, ik crash, dat is niet goed. Nou, boeiend, ik zie jullie zo meteen weer. Attention all units, citizens reporting NOS 357, possible OD on Procopio Promenade, units respond code 3. Een A1 overdosis drugs. On our way. Het is wel een veel voorkomend spoedritje in Amsterdam en omstreken denk ik zo. Let's
kijken of we eigenlijk iets met die medicatie kunnen. Want we hebben wel pillen bij ons. Ik moet even kijken wat voor een medicatie we bij ons hebben. Of dat logica is, of logisch is. Oh, let op joh. Als we dat geven bij een drugsoverdosis. Maar, ja, zo niet, dan maken we er eens iets leuks van. Het is knap dat hij is aangetroffen hier. Dat had ook heel anders kunnen aflopen. Gewoon later pas gevonden. Misschien heeft hij wel zelf gebeld, dat kan natuurlijk wel. Hallo. Oh, nou ja, dat is ook niet helemaal handig. Zo'n collega van de FBI uit Amerika is helemaal hier naartoe gekomen. Come on, let's go. Rapido, rapido. We gaan eens even kijken. Pillen hebben geen zin bij deze meneer. Nou, we willen even de medkit gebruiken. We gaan gewoon de tas pakken, als het ware. We're on the clock, folks. En dan gaan we eens kijken wat we kunnen betekenen, wat voor medicatie we moeten geven. Eigenlijk moet mijn collega dat hier doen, maar ik zal hem assisteren. Ik heb ademhalen, ik heb alles wel een beetje. Hij heeft een reactie, zijn ogen knipperen. Hij komt bij. Maar goed, hij is toch een tijdje weg geweest door een overdosis drugs. Dus we gaan even met spoed richting SIH. Waar hij het een en ander zal krijgen van mij. Of van de verpleegkundige en artsen. Heb je vuurwapen bij? Nee. Oké. Goed, let's go. U mag even bij mij komen. Rustig lopen, nou, dat gaat allemaal moeizaam. Mijn collega is erbij. Natuurlijk een heel onverwachte hoek. Ja, niet mijn fout daarachter. Of ja, nou, ik kan niet stoppen om sorry te zeggen. Get out of the way now. Wel. Oké. Oh god. Oh, ze zitten achter elkaar aan te rennen. Goed ruimte gemaakt, keurig jongen. Die krijgen een duimpje. Te plaatsen bij de SIA. Waar we meneer gaan overdragen. Moet iets naar achter, maar het kan zijn dat hij allemaal crasht. Maar goed. We gaan hem meemaken. Ja, zie je? Dat is heel raar. Maar goed. Maar dan is uit. We kunnen gewoon meteen verder namelijk. Het is rustig geweest. Het is ook bijna donker. Nu hebben we de laatste melding denk ik zo. Want het is bijna einde dienst. Voor een persoon onwel, niet aanspreekbaar. Meldkamer vraagt nog uit, wij in ieder geval A1 onderweg. En dan horen wij nader of de persoon gereanimeerd gaat worden of is een ambulance ter plaatse. Ze hebben toch wel twee ambulances gestuurd, dus mogelijk gaat het om een reanimatie.
Ik vind deze zo mooi in het donker met die reflecties en zo. Dat is echt lekker fel. Vooral als je wegrijdt daarachter bij de SEH. Als je tussen twee muren rijdt, had ik laatst nog even, wow, dat is vet. Dan heb je echt een hele mooie reflectie overal, dat alles gewoon helemaal blauw wordt, zoals je het echt ook hebt. Waar je allemaal terecht komt als je in zo'n buitengebied dienst hebt. Oh god. Misschien nog langs zo. Oh oh oh. De HV en een rapid responder zijn ter plaatse bij een reanimatie. Ah nee, zit rechtop. Mooi. De HV zit alleen een beetje vast. Wat een pannenkoeken. Ah nee, zit niet rechtop. Ik dacht net dat hij bezig was. Hallo. Here we go. Ik ga je assisteren bij de werkzaamheden. Doe iets. Doe iets dan. Come on, let's go! Ja, come on, let's go, doe dan. Nu doe ik het wel weer. We're on the clock, folks! Eens kijken wat nodig is om deze persoon tot leven te wekken. Ik zie dat de rapid responder een collega of een stagiair erbij heeft, want ze zitten met twee erop. Maar ik weet niet wat die persoon hier was aan het doen. Ik kom in ieder geval bij. Wel een slechte toestand, dus ook deze gaan we A1 vervoeren naar het ziekenhuis. En de HV gaat een tweede HV oproepen, denk ik, om hun los te krijgen. Goed, de persoon helpen we een beetje. We gaan wel de brancard pakken. Move quickly, people! Het heeft geen zin meer als je recht staat. Maar ja. Goed. Ik begeleid hem zo dan maar. Mooi. Goed. Persoon ligt achterin. Wij gaan dan naar de SEA wederom. Waar wij meteen de dienst eindigen. Jongens, bedankt. Goed werk. HV, bedankt. Succes. Rond 59 gaat A1 naar de SEA voor een spoedbehandeling van iets. Fjongdo. Ja, jammer. Maar naar zijt. Ik kan ook naar rechts gaan, maar ik pak even links zodat ik in ieder geval dadelijk een verharde weg kom, want dit is niet ideaal met een patiënt achterin. Het was me dat ik nog geen dier dood heb gereden. Auto links stopt keurig. Auto rechts stopte keurig, maar die ging weer verder, maar nu ook.
This state has gone nuts. Je ziet het gewoon gebeuren. We gaan rechtsaf, dan gaan we naar de SEA waar we dan de dienst gaan eindigen. En ik ga iedereen bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. En ik zie jullie graag tot de volgende keer. Waarom eindig ik nu al terwijl ik er niet eens ben? Omdat hij nu gaat crashen. Dus ik zou zeggen tot de volgende. Doei! Mira que asqueroso.